Hallo, ik ben Toon. Welkom in mijn espresso bar. Broer Bertel komt eigenlijk van mezelf en mijn broer die het idee hadden om een espresso bar open te doen. En Bertel, ja, je ziet het eigenlijk, hè. Dat is hetgeen dat ik ga dragen iedere dag. Het is de bedoeling dus dat ik hier een beetje een woonkamergevoel ga creëren. Vandaar dat ik geopteerd heb voor behangpapier uit Gent, uit een vintage winkel. Mijn meubeltjes gaan ook allemaal uit eco-shops, kringwinkels uit heel Vlaanderen komen. Dat brengt een beetje imperfectie en warmte. Ik ga jullie even een rondleiding geven, dus volg mij gerust. Ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Zoals mijn boekenkast bijvoorbeeld. Die is voorlopig nog niet gevuld, maar binnenkort komen daar strips die ik gehaald heb in een CTC-stripwinkel. En boeken, ook van kringwinkels, om hier zo wat gezellig te kunnen komen zitten, een boekje lezen, een stripje lezen. Ik had ook een grote tafel nodig en die heb ik ook zelf gemaakt. Het is een tafel gemaakt van hout van een oude tentvloer. Waar dat mensen op dansten. Dat was weggesmeten hout, dus dat was gratis. Dat was heel goed voor mij in het begin, want dan had ik nog geen geld. Dan heb ik mij kunnen botvieren op het maken van mijn grote tafel. Dus ik kom hier maar gezellig een krantje of een boekje lezen.